Nou, jullie kunnen verwachten dat het veel stiller is aan boord, maar ook veel stiller buiten. Dus wij zijn bijna niet hoorbaar voor de mensen op de grond. Het is net als een elektrische auto, dat rijdt allemaal toch veel soepeler en simpeler dan een normale auto waarin je moet schakelen en remmen. Dus het is, gebruiksgemak is heel veel groter, het is natuurlijk heel nieuw, het is het nieuwste van het nieuwste. En het zijn hele kleine lichte vliegtuigen. Ja. Om zo'n vliegtuig te vliegen, is het makkelijker vergeleken met een normale vliegtuig? Nou, in een zeg maar gemiddelde Cessna zitten misschien wel 50 schakelaars en in die van ons zitten er 4. Het is net als bij een elektrische auto. Wat moet je doen om een elektrische auto op te starten? Eigenlijk niks. Je moet instappen en dan geef je gas en dan rij je. En dat is bij ons precies zo. Voor de rest, het vliegen is natuurlijk, we hebben stuurorganen, we hebben een stick, we hebben flaps die we moeten bedienen, pedalen voor de voeten en een gashendel. En dat is niet anders bij ons als bij een conventioneel vliegtuig. Dus je leert er ook echt van vliegtuigvliegen. Ja. We hebben nu over elektrische vliegen brevet. Maar wat is het verschil tussen de elektrische vliegen brevet en de normale brevet? Bij ons is er vooralsnog geen verschil. Want omdat we de lange navigatievluchten eigenlijk nog moeten doen op een brandstoftoestel, wordt er een paar uur binnen onze opleiding gevlogen, old school zeg maar. En dat maakt dat je aan het eind van de rit een brevet krijgt voor elektrische vliegtuigen en brandstofmodellen. Als nou de eerstvolgende generatie vliegtuigen komt, waarmee we wel lang elektrisch kunnen vliegen, dan doe je alles bij ons op een elektrisch vliegtuig en dan zul je uiteindelijk een brevet ontvangen waarmee je alleen elektrische vliegtuigen mag vliegen. Als je dan alsnog een Cessna wil huren, dan kan dat. Dan ga je naar een vliegschool, daar doe je een soort van cross-training van 2 dagen. Die bieden wij ook zelf aan. En dan kun je dus in 2 dagen leren hoe je toch ook nog op een brandstofmodel vliegt. Maar ja, dat willen wij niet promoten. Want op het moment dat onze nieuwe vliegtuigen komen en 2,5 uur kunnen vliegen, is er ook geen reden meer om naar een brandstofmodel te gaan. Want dan kun je ook van hier naar Aruba vliegen om daar uit eten te gaan. U hebt net over de nieuwe vliegtuig. Kan meer personen erin? Nou, we zijn nu met 2 zitters. We weten dat er in 2024 komen er vliegtuigen op de markt die gaan tot 4 personen. Maar we weten ook dat er tussen de 5 en de 10 jaar vanaf nu, laten we zeggen over 10 jaar, vlieg je met 20 tot 50 mensen meer dan 500 kilometer in een vliegtuig. Met koffers en al erbij. Dus ik denk dat er over 10 jaar tussen de eilanden elektrisch gevlogen wordt en niet conventioneel meer. Ik zag gezaghebber van Bonaire in een flight simulator in Nederland. Maar is dat de bedoeling ook om naar Bonaire zo'n trainingscentrum te krijgen? Ja, nou dat is goed dat je het vraagt. De simulator is een onderdeel van onze pilotentraining. Dus wij willen op termijn ook zeker dezelfde simulator naar hier halen. En wat we in Teuge in Nederland doen, is onder 1 dak in een prachtig pand, wat heel duurzaam is, wat zijn eigen zonne-energie opwekt, waar de zonne-energie wordt opgeslagen en waar de vliegtuigen aan de laadpalen direct worden geladen. Datzelfde willen we hier ook gaan doen. Dus hopelijk voor eind 2023 staat hier op het vliegveld een mooi pand waarin we dat hebben. En dan willen we net als in Teuge, waar we 10 bedrijven bij elkaar hebben gebracht onder 1 dak, die allemaal iets kunnen betekenen voor de verduurzaming van de luchtvaart. Dat willen we hier ook gaan doen. En daarom zijn we bijvoorbeeld de samenwerking aangegaan met de BES Campus van Jacinto, de Aircraft Maintenance Technical School. Die komt erbij onder 1 dak. We brengen een onderhoudsbedrijf mee, die natuurlijk straks de nieuw opgeleide monteurs ook werk kan gaan bieden. Dus dat soort zaken willen we ook hier gaan doen. Eigenlijk het is copy-paste van Teuge naar hier.